Ik weet zeker dat over 20, 30, 40 jaar, als mensen kijken naar zo'n couveuse en daar het baby in zien liggen en zeggen: God, zeg, deed ze dat? Is dat zo'n plastic kastje? Hoe is het mogelijk? Waarom krijgen slimme mensen gezondere kinderen? De Universiteit van Nederland presenteert kinderarts professor Dr. Hugo Heijmans. Nou, goeie avond. Ja, wel fantastisch dat u zo'n avond hier wilt doorbrengen en een beetje wilt praten over de kindergeneeskunde. En ik wil eigenlijk beginnen met u te vertellen, een van de eerste patiëntjes die ik zag toen ik werd opgeleid tot kinderarts in het binnengasthuis is iemand die er niet meer is. U ziet hem op dit plaatje. Het was een jongen met de taaislijmziekte. U moet zich voorstellen, zo in de 70e jaren, als die diagnose werd gesteld, dan moesten dokters tegen ouders zeggen: dit is een vreselijke ziekte. We weten eigenlijk wel hoe die in elkaar zit. We weten niet goed hoe we hem zo kunnen behandelen dat je er oud mee kan worden. En meestal zouden deze kinderen overlijden zo tussen de 10 en de 15 jaar. Het is natuurlijk een beangstigende gedachte dat je dat moet doen, dat je zoiets moet vertellen. En u moet zich voorstellen, het binnengasthuis, een ziekenhuis in de binnenstad, je kunt het nog zien. Grimburgwal, de voorgevel staat er nog, de achterkant is een beetje veranderd. Dat was eigenlijk het eerste academische kinderziekenhuis in de stad. Er was nog een ander ziekenhuis, dat was wat eerder gebouwd. In 1865 was het Emma Kinderziekenhuis opgericht. Dat was opgericht op de ouderzijds Achterburgwal, dus midden op de wallen. Ik denk dat het stadsbestuur van Amsterdam in deze dagen er trots op zou zijn als zo'n activiteit weer op de wallen zou plaatsvinden. Maar goed, het kon daar niet vreselijk lang blijven bestaan, want het was heel snel te klein. En het grappige is, weet u hoe dat ziekenhuis er kwam? Dat kwam door de mensen in de binnenstad van Amsterdam, wat we nu zouden noemen de juppen van de grachtengordel. En waarom? 1/3 van de kinderen die in Amsterdam geboren werden niet ouder dan 1 jaar. Gingen in het eerste levensjaar dood. Dat is een zuigelingensterfte van 30%. Dat is natuurlijk niet voor te stellen. Mensen vonden, kan niet, dan moeten we wat aan doen. Dan moeten we een kinderziekenhuis. Dan kan ik niet helemaal zeggen dat een kinderziekenhuis daar werkelijk een grote verandering in aanbrengt. Maar er is iets wonderbaarlijks gebeurd met de zuigelingensterfte. Want als u kijkt, van die 30% die ik u vertelde, moet u kijken, zakt dat pijlsnel tot onder de 5 promiel. 30%, 5 promiel, dat is een ongelofelijke verandering. En een belangrijk deel van die verandering komt omdat er een goede waterleiding kwam. Omdat mensen ineens gewoon een riolering kregen. Want voor die tijd was dat op emmers en ging dat met karren die we de boldoodkar noemen. En was de hygiëne natuurlijk hartstikke ver te zoeken. Dus die socio-economische omstandigheden die verbeterden, die hadden een hele grote invloed op het dalen van de kindersterfte. Natuurlijk, de geneeskunde had zich ook voor een deel ontwikkeld. Dat was al in de 17e eeuw begonnen. Oh, het is fantastisch als u kijkt naar zo'n plaatje van een professor in de anatomie. Dit was professor Frederik Ruys. U ziet hem daar staan in het midden. Hij was hoogleraar in de anatomie. En ja, het wonderbaarlijke was, hij was werkelijk een wonderman. Hij wist ongelooflijk veel van de anatomie. Hij kon precies uitleggen hoe het lichaam in elkaar zat. En niet alleen dat hij dat kon. Hij kon het ook zo conserveren dat je daarna het kon zien. Want tot die tijd, weet u, dan werd er wel iemand die overleden was. En vaak misdadigers, die werden wel geobduceerd. Maar dat stonk vreselijk, dat zag er afschuwelijk uit. Hij vulde de bloedvaten met een soort van bijenwas. Hij maakte het prachtig op kleur. Kindertjes kregen een kapje om. Als er een arm was afgezet, dan gaf hij dat een manchetje. En hij liet het zien. Grote flessen met al die dingen aan de Bloemgracht. Ik vind dat fantastisch. Ik woon daar op het ogenblik. Ik moet me niet voorstellen dat dat zo was. Maar er kwamen ontzettend veel mensen kijken in zijn soort van museum. Tsaar Peter de Grote kwam ook toen hij in Amsterdam was kijken. En was helemaal weg van die verzameling. Hij heeft het gekocht. Een deel van die verzameling. 30.000 gulden heeft hij ervoor betaald. Hij heeft niet alleen de verzameling gekocht, maar ook de manier waarop je het moest conserveren. En dat werd dan in alcohol bewaard.
In die tijd waren er mensen die zeiden, hij gaat dit naar Rusland verschepen. Dat komt nooit aan, want alle matrozen die drinken straks die flessen leeg. U kunt zich dat voorstellen. Maar het is niet gebeurd. Het is allemaal aangekomen. Je kunt het vandaag de dag nog zien. En het wonderbaarlijke is, ja, deze man die kon iets zichtbaar maken en uitleggen wat later voortdurend een soort van basis is geweest van kennis. Want als je naar dit plaatje kijkt, moet u goed kijken. Nee, kom nog eens eentje terug. Kijk, hier zie je dit kind, deze zuigeling liggen. Hij is opengemaakt. Maar je ziet ook iets heel bijzonders. Hier zit iemand met een vinger op wat de moederkoek is. Hij legde uit de bloedband tussen moeder en kind. De circulatie van moeder naar kind. Dat was ongelooflijk belangrijk. Overigens, dit plaatje, het is wel een prachtig plaatje, heeft natuurlijk altijd een symbool. Want foto's in die tijd hadden een symbolische waarde. De bloedband zit tussen moeder en kind. Maar daar ziet u een klein mannetje staan. Dat is de zoon van Frederik Ruys. En dat wilde aangeven. Maar de geestelijke band zit natuurlijk tussen vader en zoon. En hij werd de opvolger, latere hoogleraar anatomie hier in Amsterdam. Dus daar zit wel iets in. Maar het interessante was, mensen leerden op deze manier bijvoorbeeld iets van bloed. Bloed is natuurlijk een ongelofelijke transporteur. Transporteur van voedingsstoffen. Bloed is een transporteur van zuurstof. En is ongelooflijk belangrijk. En eigenlijk moet je leren dat als je dus bloed tekort zou hebben, dat je bloed moet kunnen krijgen van een ander. Zo kwamen de eerste bloedtransfusies tot stand. En ik werkte in dat binnengasthuis, vertelde ik, in een tijd dat bloed nog in dit soort plastic glazen flessen werd gebracht. En ik moest het schudden voordat ik het aan de patiënt gaf. Want mensen wisten toen nog niet dat het niet zo verstandig was als je iemand alleen maar bloedcellen moest geven voor bloedtransport, dat je de andere rest er niet bij hoefde te geven. Dat werd pas later duidelijk. Bloed was natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ik zei u net, want het transporteert zuurstof. En dat heeft de mens gewoon nodig. Hoe kom je aan zuurstof? Nou ja, door je longen. Dus ademen is iets waardoor je je bloed van zuurstof voorziet. En mensen gingen heel geleidelijk aan leren, hoe gaat dat ademen nou? Hoe komt het nou dat ik eigenlijk kan... En kijk eens even hoe dat gaat, want je ziet hier de longen. En de thorax wordt wijer. En dan gaat er straks het diafragma naar beneden, dat is inspiratie. En als dat weer naar boven gaat, nou, dan adem je uit. Daar gingen dokters ongelooflijk over denken. Die denken, als dit nou zo werkt. En stel je voor, er wordt een kind geboren en het wil niet ademen. Dan zou je willen dat zijn diafragma naar beneden ging, dat hij kon inademen en dat hij kon uitademen. Nou, in het leerboek, in het begin van 1900, ziet u hier een plaatje van kunstmatige ademhaling van een kind. Je houdt het kind aan de bovenarmen en u begrijpt, dit is inademing. En daarna zwaai je het boven het hoofd, dat is uitademing. U begrijpt, een goede fixatie is voor deze therapie extreem belangrijk. En je kunt het ook herhalen en... Nou ja, dan had je twee mogelijkheden. Of hij ging het doen, of hij ging het niet doen. En daarmee was de oefening beëindigd. En weet je, het is voortdurend leuk, want je kijkt erna. En als ik het aan studenten vertel, moet altijd iedereen erom lachen. Dit staat in een leerboek rond 1900. Nu worden die kinderen meteen na de geboorte, als ze niet willen ademen, geïntubeerd. Ze worden aan een beademingsapparaat gelegd. Ze komen in een couveuse. Ze krijgen de goede warmte, de goede vochtigheid. Ze krijgen intraveneuze voeding als ze niet willen eten. We proberen de baarmoeder na te bootsen. Misschien kunnen we het nog niet helemaal goed. Maar het gaat steeds en steeds beter. Maar ik weet zeker dat over 20, 30, 40 jaar, als mensen kijken naar zo'n couveuse en daar een baby in zien liggen en zeggen, God zegt, deed ze dat? In zo'n plastic kastje, hoe is het mogelijk? Want dit is natuurlijk de ontwikkeling van de geneeskunde. Zo gaat het de hele tijd door. En dat is ook wel frappant. Want als je kijkt naar de kennis die we op deze manier vergaren. Bijvoorbeeld cystic fibrose, de patiënt die ik u liet zien met de taai-slijmziekte. Daar is ook ons beeld compleet over veranderd. En misschien kan ik het op het volgende plaatje laten zien. Want kijk, dit is even de virussen. Ik moet er eigenlijk een stukje tussendoor vertellen, want de kennis die we met elkaar hebben gekregen is natuurlijk een kennis die op alle terreinen gaat. Hoe zit het lichaam in elkaar? Waar komt ziekte vandaan? En dit is een plaatje van hoe een virus eruit ziet. Ook rond die tijd wisten we, rond 1900, dat er virussen bestonden. We wisten niet precies hoe ze werkten, we wisten niet precies wat ze deden, maar virussen kenden we. Ik weet niet of u Downton Abbey heeft gezien. Want daar komt de grote virusepidemie, weet je wel, de Spaanse griep in voor.
He, daar gingen mensen aan dood en je zag het werkelijk gebeuren. Het was een ramp. Kwam door zo'n virus. U moet zich even voorstellen, 1918 in Spanje hadden ze het voor het eerst beschreven. Maar het komt waarschijnlijk uit Amerika. Het was een griep. Dus je werd moe, een beetje verkouden. Je ging een beetje hoesten, spierpijn, hoofdpijn. En geleidelijk aan kreeg je andere klachten, geweldig hoesten. En mensen gingen met bosjes dood. 70 miljoen mensen in de wereld gingen er dood. Er waren er 100.000 waren er in New York die de griep hadden. In Nederland zijn er 20.000 mensen aan overleden, maar in India 16 miljoen, net zoveel als wij hier inwoners hebben. En hoe kwam dat? Omdat die griep een hele nare griep was. Dit virus was zo'n H1N1 virus. Hoe weten we dat? Nou, dat weten we omdat mensen die er toen aan dood gingen, die kun je natuurlijk niet meer onderzoeken. Die zijn allemaal vergaan. Maar er woonden ook mensen in Alaska in die tijd. Die zijn begraven, ingevroren. Die konden weer opgegraven worden. Daar kon je het virus uit isoleren. Dat virus konden ze fantastisch bekijken. En toen zagen ze, dit is dat ellendige virus. En vandaag de dag begrijpen we hoe het in elkaar zit. Want we weten bijvoorbeeld de belangrijke dingen. Dat hemagglutinine, wat daaronder zit, dat is eigenlijk om te zorgen dat het virus aan onze slijmvliezen plakt. En dan komt het de cel binnen, wordt het vermeerderd. Want dat doen we met een virus. En daarna moet het weer uitgeknipt worden. Neuraminidase doet dat. En dan komt het in de circulatie. En dan kun je andere mensen weer besmetten. En wij maken daar antistoffen tegen. En je kunt je tegenwoordig laten vaccineren. En dan ben je eigenlijk in staat om zo'n virus buiten te houden. U moet dat wel elk jaar opnieuw doen. Want die virussen veranderen van vorm zo snel. Dat je eigenlijk telkens moet weten. Hey, wat is het virus wat nu weer gaat heersen. Zodat ik me daartegen kan beschermen. Dat is ontwikkeling. Dus van het feit dat we weten dat er een virus bestaat. Tot hoe we eigenlijk ons moeten beschermen en beter moeten beschermen. Dat is natuurlijk een ongelooflijke ontwikkeling. En dan kom ik weer terug bij cystic fibrose. Want ik wil u laten zien, daar is eigenlijk bijna hetzelfde gebeurd. Die ziekte werd beschreven rond 1930. Het was al razend knap. Hè? Er was een dokter die zag, er zijn mensen die hebben en diarree en geweldige luchtweginfecties. Daar is iets mee, dat moet één ziektebeeld zijn. Later ontdekten ze dat die mensen ook ontzettend zout smaakte. Als je ze knuffelde, die hadden zeer zout zweet. Eigenlijk alle secreten waren afwijkend. En toen gingen we ontdekken wat het was. Want wat u hierboven ziet, dat is eigenlijk het gen. Dat heet het CFTR, het cystic fibrose transmembraan regulator gen. Het is een mond vol, je moet hem oefenen. Maar dat is een gen wat eigenlijk de code heeft voor een eiwit wat gemaakt moet worden. Wat u hieronder ziet, dat is een chloorkanaaltje. Een kanaaltje dat in elke cel die secretie doet, wordt ingebouwd. En daardoor kunnen er dingen worden uitgewisseld. En als het niet goed werkt, dan wordt je secreet taai. Taai, slijmziekte. Dan wordt je zweet zout. Dan krijg je allerlei problemen die bij die ziekte passen. En kun je voorstellen, op het moment dat je gaat ontdekken wat dit is, dat je dan ook in staat bent om beter met die ziekte om te gaan. En dat is natuurlijk iets wat mij voortdurend frappeert. Hè? Want als ik dan kijk naar de foto van mijn eerste patiëntje, dan realiseer ik me, hij is te vroeg geboren. Hij heeft daar geen enkel nut van gehad. Want als hij nu geboren zou zijn, dan zou ik tegen zijn ouders kunnen zeggen, weet u, de gemiddelde leeftijd van mensen met cystic fibrose, wat nog steeds niet een aangename ziekte is, is 40, 50 jaar. En waarom? Omdat we allerlei manieren hebben om die ziekte beter te behandelen. Kijk, toen we ontdekten dat de vertering verkeerd was, hebben we geprobeerd om fermenten die normaal voor de vertering nodig zijn, pancreasfermenten, de alvleesklier maakt ze, om die in pilvorm te geven. En die kun je nu in zo'n vorm geven dat ze werkelijk heel effectief zijn. En je kon ontdekken, die kinderen krijgen voortdurend eigenlijk een verstopping van de luchtwegen door dat taaie slijm. We kunnen het slijm minder taai maken, vloeibaarder, beter uithoesbaar. We kunnen infecties behandelen. Al die dingen hebben een ongelooflijke verbetering teweeggebracht. En dat is de ontwikkeling van de geneeskunde die we met elkaar de afgelopen tijd meemaken. En dit is, denk ik, nog maar het begin. Het is niet alleen bij zo'n ziekte, maar neem nou bijvoorbeeld hartziektes. Ik weet niet of u zich realiseert, ongeveer 0,8%, dus laten we zeggen 8 op de 100, 0,8%, 8 op de 1000 moet ik zeggen, 0,8% wordt geboren met een afwijking van het hart.
Nou, dit is bijvoorbeeld eentje, ik ga hem uitleggen, want het lijkt ingewikkeld. Het is transpositie van de grote vaten. Wat is er gebeurd? De grote vaten die uit het hart komen zijn verkeerd om aangelegd. Even met u oefenen wat u in de tijd op school heeft geleerd. Uit uw lichaam komt het bloed, het komt in het rechter atrium. Van het rechter atrium, de rechter boezem, gaat het naar de rechterkamer en dan pompt hij het door de longen en dan krijg je zuurstof en dan komt het in de linkerkant en dan gaat het lichaam in. Hier is dat niet zo. Hier is iets idioots. Als dit bloed hier in de rechterkamer komt, gaat het niet naar de longen, maar het gaat zonder dat het in de longen komt, gewoon het lichaam weer in. Je krijgt dus geen zuurstof in je bloed. Dan ga je aan dood. Dat konden we vroeger wel behandelen. Dan deden we iets heel slims en zorgden we dat we van deze boezem naar die boezem gingen. En dan bleven eigenlijk die vaten gewoon verkeerd. Maar tegenwoordig zijn chirurgen in staat om dat op een super manier te behandelen. In de eerste 3 levensweken zijn ze in staat om gewoon deze vaten om te draaien. Om alle coronairvaten om te draaien. En weet je wat het wonderbaarlijke is? Als ze dat goed doen, dan is de levensverwachting boven de 60. Boven de 60, bij zo'n majeure hartoperatie waarmee je geboren wordt. Dat zijn natuurlijk veranderingen die echt ongelooflijk zijn. En dat is een beetje de moderne geneeskunde. En als je dan ziet wat er gebeurt, als je dan kijkt naar het verschil tussen bijvoorbeeld westerse landen en ontwikkelingslanden, ja, dan zie je ineens, dat is niet overal in de wereld gebeurd. Want de hoge inkomenlanden, 5 jaar sterfte, is buitengewoon laag. Maar kijk eens hoe dat in Afrika is, hoe dat rond de Middellandse Zee nog is. Dat is natuurlijk beangstigend. En hoe komt dat? Ja, dat zit hem in verschil in inkomen. Dat zit hem in dat je ouders niet in de gelegenheid zijn om je op een goede manier te voeden. Maar het zit hem ook nog in iets wat heel erg interessant is en wat ik u op het volgende plaatje wil laten zien. Het zit hem ook in de opleiding die je moeder heeft gehad. Er blijkt een lijnrecht verband tussen de sterfte in de eerste 5 levensjaren en de opleiding van moeder. En denk daar eens over. Want bijvoorbeeld dat meisje Malala, hè, wat ons heeft geprobeerd te vertellen, het is verdomd belangrijk dat meisjes naar school gaan, dat ze leren. Waarvan iedereen zegt, ze is de dapperste die er is. Voor mij is ze een van de intelligentste. Want zij heeft begrepen wat er werkelijk voor nodig is om de Millennium Goals te halen, waarin een daling van de sterfte in de eerste 5 levensjaren nodig is. En ik heb u nu een beetje laten zien, er is een ongelooflijke verandering in de geneeskunde aan de hand. Het is echt gewoon fascinerend om het te zien gebeuren. Maar er zijn grote verschillen tussen landen die nog in ontwikkeling zijn en landen met een hoog inkomen. En eigenlijk is het erg oneerlijk, want iedereen is het erover eens. Alle kinderen zijn gelijk. Maar ze leven nou eenmaal in een wereld van verschil. Daar zouden we met elkaar iets aan moeten kunnen doen. Volgende keer wil ik u iets vertellen over het belang van voeding daarin. Want u heeft nu gezien hoe snel de ontwikkeling gaat. Maar ik zou u iets willen vertellen wat nou voeding betekent voor de groei en ontwikkeling van een mens.